Uiteraard de manier waarop we gespeeld hebben, want daar kijk ik als trainer als eerste naar. Nee, dat is niet waar. Het resultaat is altijd het belangrijkste en daarna de manier van spelen. En ik vond dat we eigenlijk de gehele wedstrijd totale controle en dominantie hadden. Met wel aangetekend dat we, zoals zo vaak dit seizoen, onze goal-kansenverhouding wat te wensen overliet. Waardoor Groningen wel in de wedstrijd kon blijven. En hadden we in Justin nog één keer nodig om niet de tegengoal te krijgen. En ik denk dat dat minuut 70 was dat zij voor het eerst een kans kregen. Dus dat was uitstekend. Zo goed aan de bal. Dat we eigenlijk door balbezit de controle hadden. Mag je, als je nou gezien de mogelijkheden van de concurrentie, et cetera, mag je nu eigenlijk wel zeggen dat het fijn was van die positie kunnen gaan? Nou, als je dat simpel afleidt naar de stand op de ranglijst, dan denk ik dat wij met een heel goed gevoel die wedstrijd ingaan. Maar ik denk dat vaak genoeg heeft aangetoond dat de klassieker, dat is een verschrikkelijke opmerking die ik niet ga maken. Oh jee. Je voelt hem aankomen? Ja, dan doe ik het niet. Dan doe ik het niet. Maar het is ook wel eens prettig dat wij hem nu spelen. Vanuit de situatie dat we boven Ajax staan, dat is duidelijk. Ja, ja. Maar je vraagt nu naar de wedstrijd van Ajax. Ja, dus, maar dat is een wedstrijd, daar komt zoveel emotie bij. Kijk, ik denk sowieso al, misschien nu nog wel extra, juist omdat wij het zo goed doen. Dus, maar grote wedstrijden liggen altijd heel dicht bij elkaar. Dan moet je zelf ook weer verschrikkelijk veel goed doen. En dat is waar wij ons komende week volledig op gaan focussen. Je gaat nu met een heel lekker gevoel ten opzichte van de tegenstander Ajax richting de klassieker. Je komt sowieso uit een fijne familie, maar wat merk je daar nu al van binnen de groepen bij jouzelf? Nou, nu nog niks. Groningen hebben we net gehad. Dus ik denk dat het de aankomende week pas vooral de focus erop gaat. Afgelopen week is natuurlijk gewoon de wedstrijd die er toen waren. Maar het is wel fijn om als nummer 1 een keer in de klassieker aan te komen. En ja, ook gewoon met een vertrouwd gevoel natuurlijk. De stand die er nu weer staat, hè? Dat had natuurlijk voor het seizoen eigenlijk niemand kunnen bedenken dat het zo zou zijn in januari. Komt het nou doordat jullie heel veel goed doen of dat de concurrentie heel veel fout doet? Nou, soms ben ik wel eens een beetje van data, zoals je weet. En ik denk dat wij qua punten gemiddelde op een gemiddelde zitten waar we vorig jaar ook om en nabij zaten. En dat de andere ploegen daar iets onder zitten. Dus dat is er een combinatie van. Ik vind het al heel knap dat wij het punten gemiddelde hebben wat we vorig seizoen ook hadden, na alle mutaties die er geweest zijn. Maar normaal gezien hebben clubs als Ajax en PSV een hoger gemiddelde. Dan hebben we ruim 2 punten per wedstrijd als gemiddelde. Nou, dat hebben ze op dit moment niet. Maar dat soort clubs moet je nooit afschrijven. Met zoveel kwaliteit in de selectie zullen die altijd weer terugkomen.